Hey lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals je aan de titel kan zien, is dit een mukbang, maar niet zomaar één. Ik heb aan Roy gevraagd, dit is Roy voor de mensen die niet kennen, maar je kent me vast. Heb ik gevraagd of hij voor mij wilde bestellen zonder dat ik wist wat het was. Dus ik weet niet waar hij heeft besteld, wat hij heeft besteld. I'm so scared. En nou ja, ik weet gewoon helemaal niks. Ik ben zo benieuwd. Ik had deze video bij Leonie gezien en zij had samen met hem meegedaan. En ik vond het echt fucking grappig. Dus ik zal eventjes haar video een link hier in de beschrijving zetten. Ik ben best wel iemand die altijd graag controle heeft over bepaalde dingen. Maar ik ben wel heel erg spontaan en ik vind het ook leuk om dingen heel random te doen. Dus dit vind ik echt super leuk, maar ik vind het wel een beetje eng. Ik heb wel gezegd tegen Roy, maar dat weet hij ook, alsjeblieft geen kaas of koriander. Nou Romane, ik hoop dat je een beetje trek hebt, want ik zit nu op de thuisbezorg en ik ga natuurlijk even je eten uitzoeken. Misschien met kaas en met koriander. Dat is Romane's favoriete eten natuurlijk, of nou ja, favoriete kruiden en fijne toevoeging. Niet dus. Ik zat net op de fiets van werk naar mijn huis en toen dacht ik van oeh, wat ga ik eens eventjes lekker voor haar voorschotelen. Ik ga een letter uit het alfabet nemen en dat moet het bevatten als eerste letter. Dus als ik een K heb, kan ik een kapsalon bestellen. Of als ik een B heb, dan wordt het een burger. Ik weet niet, dus ik ga random letter generator. Ik weet niet of dit leuk is, ik doe het maar. Oké jongens, dan gaan we. Het eten van Romane moet een Griekse ei bevatten als eerste letter. Hebben we eten met een Griekse ei? Nee. Oké, poging nummer 2. 3, 2, 1, hoppatee. Het moet een P bevatten. Pannenkoeken, patat. Pizza! Nou, dat is niet zo lastig. Oké, dus we gaan gewoon iets leuks doen met een hele leuke naam. En dan is het al gewoon leuk. Want dan hebben ze een leuke naam en dan zijn ze gewoon leuk. En ik hoop dat het eten ook smaakt. Restaurant Net Anja. Nou, het is toch Net Anja wat staat te koken? Nieuwe pizza? Nee, dat is veel te easy. Madrid visspecialiteit. Oeh, die heeft niet zoveel sterren. Ai! Dit restaurant heeft als een vlinder als een logo. Dus ik hoop niet dat we vlinders gaan vreten. Misschien kan mijn kat ook eventjes zeggen, oh, die heeft net ook gegeten. Die heeft net een poultry pie op. Heerlijk. Mijn budget is trouwens 20 euro, dat mag ik voor de uitgeven. Dit restaurant heet Kip Kip. En in de beschrijving staat kip. Dit restaurant heet Kip Kip en er staat kip. En hoeveel reviews heeft hij? 209! Wat hebben ze bij Kip Kip? Ze hebben een kipburger, maar het moet een P bevatten, hè? Vega saté menu. Kijk, ik ben vegetarisch, zelfs bijna veganistisch. Dus we kunnen zelfs een groentetriangel geven. Twee krokante groentetriangels, rijkelijk gevuld met diverse groenten, inclusief bijgerecht naar keuze en appelmoes. Ja, sorry, nee, dit klinkt heel leuk. We gaan niet bestellen. Mijn kip kip. Een kindermenu. We kunnen ook een kindermenu doen. We moeten ook wel drinken kopen, dus dat is ook heel erg belangrijk. Oké, ik denk dat we bij Kip Kip gaan bestellen, maar ik kijk toch nog eventjes... Even terug. Oké, we kunnen ook gewoon scrollen en dan klikken waar mijn muis op houdt. Dat is Eethuis Dennis. Oké, we gaan even kijken wat Eethuis Dennis allemaal heeft. Ik neem heel deze video over, dat is niet de bedoeling. Er moet nog een mukbang komen, jongens. Jullie zitten daarop te wachten en ik zit hier alleen maar gewoon onzin uit mijn mond te wouwen. Pita Hot Chicken. Dat klinkt leuk. Pita Kaas Gezond. Nou, één leuk dingetje, jongens. Kaas is niet gezond. Dus kan je wel zeggen, maar dat is niet. Roy appte me net dat hij echt super erge keuzestress heeft. Hij zegt, oh mijn god, ik heb keuzestress. Ik kijk al 15 minuten, hè? Dus ik zei, make a decision, sis. Nou, ik ben eruit. Het wordt geen kip-kip. Het wordt ook geen, wat was het? Showroom? Nee, restaurant Bol-Bol. Nee, het wordt... Fumi Cuisine. Want ik dacht van, ja weet je, dan doe ik iets bij Kip Kip, maar dan had ze niet heel veel eten of zo. Nog een kindermenu. Die ik hartstikke leuk vond met een groentetriangel. Dus we gaan gewoon wat lekkere dingetjes doen in de Aziatische keuken. In de Fumi Cuisine. Ze hebben bubble tea met matcha. Matcha bubble milk tea, aardbei of mango. Lekkere sojabonen, ook die lust, dat lust ze wel. Dat is ook lekker goed eten voor een mukbang. Oh mijn god, wat is dit? Egg custard bao. Dat zijn dus, kijk, ik kan het laten zien. Dat zijn een soort van die bolletjes, van die deegbolletjes. Maar dit is met egg custard. In het winkelmandje! Wat?
Oh jongens, ik heb nu iets gevonden. Ik heb me nu wat gevonden, maar er zit kaas in. Het is een rijstgratin. En een gratin, dat is, weet je wel, dat is zo'n ding wat je in de oven doet. Je hebt ook wel eens aardappelgratin. En dan zit er kaas overheen, en een soort crème sauce, zit aardappels en dan gaat het in de oven en dan doe je gewoon een beetje op je bord. Ze hebben hier rijstgratin met kip fusion. Wat goed! Ik ga even vragen of gesmolten kaas goed is. Dan neem ze ook weer niet op. Wat een wijf. Ze zei, als er iets is, kun je bellen. Girl, I'm calling teeth. Oké. Romanië pech, rijstgratin. Oké, we gaan het niet doen. Extra pittig, laten we dat maar niet doen. Ze heeft heel wat eten, ik ga het bestellen jongens. Yes! Oh god, ik ben zo benieuwd. Nou, ik ga even wachten. Hopelijk komt de bezorger snel. Dan gaan we mukbang doen. Zonder dat ik weet wat het is. En dan gaan we samen uitpakken. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god. Ik hoorde de bel. En ik ging gewoon keihard rennen. Ik had niet eens tijd om mijn camera te pakken. Ik heb het. En de bon zit erin. Kijk. Roy bellen. Ik ga hem even facetimen. Hallo? Oh my god, het is er. Ik weet niet, het is om de bon zit erin. Wacht, kijk. Say hi. Oh god, ik ben zo benieuwd. Oké, ik ga even kijken en dan laat ik je weten. Oké. Dankjewel. Ik ga stuk, dit is echt leuk. Oké, doei. Let's go. Het was er dus eigenlijk verrassend snel. Ik zie stokjes. Hij heeft Aziatisch genomen. Lekker. Saucy. Oh, het is niet Aziatisch. Gefeliciteerd. Er staat gefeliciteerd op. Nou, dankjewel. Dankjewel. Oh. Wat is dit? Fumi Cuisine heeft Roy besteld. Oh my god, dit ziet er delicious uit. Ik zie kip. Het ruikt super lekker met pasta. Pasta? Noedels en noedels gewoon. Sorry, ik ben een beetje all over the place. Wacht, ik ga alles eruit halen. Dan heb ik dit. Eet smakelijk. Ja. Soepie! Oh? Misschien is wel miso soep of zo. Dat is echt lekker. Oh, kut. Edamame boontjes. Lekker. Ik eet altijd edamame boontjes met Roy. Dus ik denk dat hij dat heel erg goed heeft onthouden. What the fuck is dit? Wat is dit? Een soort bouw of zo misschien. En dan heb ik dus nog een gefeliciteerd zakje. Met zo'n gefrituurde garnaal. Lekker man. Hij heeft dus geen drinken, dus ik ga even drinken erbij pakken. Ik hoop echt dat het lekker is. Ik weet niet of ik het lekker vind. Dit ruikt niet heel lekker. Neemt hij ook echt een soepje voor een mukbang? Dan hoor je me altijd slurpen. Echt een pino. Oh god, wacht. Ik ga even trouwens de bol kijken, want egg custard bao. Zie je, het is een bao, maar met egg. Bubble tea, die zit er niet bij. Oh, wel drinken. Nou, Roy. Zit er niet bij je bubble tea. Neem even een edamame boontje. Echt zin in. Edamame boontjes. Die zijn echt heel lekker. Maar wat is dan dit? Oh, wacht even. Dit moet erin. Of niet? Waar moet die boontjes leggen? Wacht. Hij heeft een soep. En die moet erin, volgens mij. Hallo. Ik heb een vraagje. Vertel. Moet die soep in die bak? Ja. Oh, ik snap het al. Die ramen. Ja. Waar zijn de ramen? Ik zeggen, dat stond
Okay. Oh mijn god, superleuk. Echt, echt superleuk. Ik hoop echt dat ik het lekker vind. Vooral die bouw. Ik denk, wat is dit? Nee, ik ga nu proeven, maar ik wilde even een handleiding hebben voor de soep en die groente. Ik begreep het niet. Ja, en die bubble tea is er niet. Wat? Ja, ik zag heel even geen drinken, dus ik kijk op die bon. Bubble tea. Nou, die is er niet. Nee, maar je hebt wel betaald. Ja, wel 3,50. Ja! Moet bellen. Jullie zijn de bubble tea vergeten. Ja, dat kan ik wel doen. Ja. Oké, okay, nou ik ga even bellen dan. Hi, met Manen. Ik had een vraagje. Ik had net bij jullie besteld. Alleen de bubble tea is er niet bijgeleverd. Bubble tea? Ja. Ja, wacht even. Ja. Ik Ik ga maar alvast gewoon beginnen. En ik denk dat deze saus hoort bij die bouws. In ieder geval, dat lijkt me. Zo. Wat is... Oh god. Oeh, lekker. Een soort van cocktailsaus of zo. Een beetje pittig. Dit is echt te leuk. Ik hou echt van het verrassingseffect. Daar gaat de bouw. Ik vind bouws echt heel lekker. Maar ik weet niet wat erin zit. Ik zag egg of zo. Wow. Wat? Er zit ei in. Maar het is zoet. Nou, ik kan het gewoon niet uitleggen. Het lijkt wel... Is het een dessert? Wacht even. Oh mijn god, volgens mij is het een dessert. Oké, nou. Oh my god. Oké, geen probleem. Is goed, dankjewel. Oké, bedankt. Doeg. Oké, super lief. We gaan dus die bubble tea maken. En gelijk brengen. I'm all fine with that. Oh. Oh, it smells so good. Zo rooi. Zo goed gedaan. Super lekker. Ik weet niet hoeveel sterren Fumi Cuisine heeft, maar kapot lekker. Ik heb gewoon een nieuwe toko ontdekt door Roy. Even over naar Roy. Ik zit alleen wel te twijfelen om... Ik weet dat het een soep is. Maar die bouillon ruikt niet zo lekker. Wat is dit? Nee. Het is heel zuur of zo. Ik vind het dus niet zo lekker. Dus dat is echt heel kut. De ramen soep. Ga ik dus niet met de soep eten. Maar gewoon zo. Puur omdat ik het zonde vind van dit super lekkere eten. Look at this. Dus ik ga dit gewoon lekker zo eten. Ik vind het zo grappig dat er gefeliciteerd op staat. Van die garnalen. Dat is echt super lekker. Amazing. Dit stond trouwens ook niet op de bon. Volgens mij heeft Roy het helemaal niet besteld. Maar er staat gefeliciteerd. Dus misschien heb ik een soort extra ding gekregen of zo. Goeie man. I'm shook. Het licht verandert nu een beetje. Ik ga denk ik straks mijn softboxen aanzetten. Want de zon gaat nu onder. Omdat het al 8 uur is. Ik had aan jullie op Instagram gevraagd om een vraagje achter te laten voor deze mukbang. En... Ik heb er heel veel gekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb gewoon gevraagd onderwerpen en of vragen. Ik krijg echt, ik weet niet hoeveel de vraag. Hoe is het met je en ben je gelukkig? Oké, het werd echt dus heel snel heel donker. Dus ik heb even snel mijn softbox aangezet. En daardoor eventjes lichtverandering. Maar het gaat heel erg goed. En we gaan gelukkig. Toen... Ik kreeg een andere vraag. Net eronder staat. Ga je nog wel eens om met Bo en Roy van ATG? Should I say more? Ik kan er gewoon niet mee hoe lekker deze is. Wat doe je als je heel erg down voelt? PS, I love you. Love you too. Als ik me echt heel down voel. Dan
accepteer ik zeg maar dat ik me down voel. Dus zeg maar, ik judge mezelf niet van, oh my god, waarom voel je je down? Je moet blij zijn. Of zeg maar zoiets. Dus dat. En, oh kut, ernaast. Ik ga trouwens dit even openmaken en eten. Mijn ramen soep. Wat geen soep meer is. But that's fine. Ik weet niet of dat kan eigenlijk, wat ik nu aan het doen ben. Maar het moet. Het moet. Oh, kut. Het is echt heel, heel stug. Het moet echt soep bij. Of ik moet zelf even een kippenbouillon maken. En dat erin doen. Want ik vind het zo zonde anders. Heel vaak ga ik gewoon lekker een maskertje voor mezelf doen. Ik neem gewoon echt de tijd voor mezelf. En dan ga ik lekker in bed liggen. Ga ik Netflixen. Een beetje eten. Eten wat ik lekker vind. En ik ga lekker bellen met een vriendin. Of ik ga dansen. Ik ga ook heel vaak, als ik me niet goed voel, dat ik dan naar de sportschool ga. En dat ik dan bijvoorbeeld een Zumba les neem of zo. Om gewoon lekker alles eruit te dansen. Oh my god. Bubble tea. Ik ben er weer. Het was dus dezelfde guy. En ik heb 2 bubble tea. Dat arme kind moest weer terug. Oh god. Nou, ik heb er 2. Cheers. Nou, Roy, je had erbij kunnen zijn. Wat heb je nou besteld? Ik heb trouwens nog nooit een bubble tea op. Ik ben een beetje uit adem, want ik heb 2 trappen die ik moet doen. En je girl heeft de conditie van een vis. Even kijken. Wat was dit ook alweer? Matcha bubble milk tea aardbei. Ik word trouwens de hele tijd onderbroken. I'm so sorry. Ik wilde het een verhaal doen en... Nou ja. Oeh. Wow. Dit is zo lekker. Kijk, het ziet echt cool uit. Zo spacey of zo. Deze video is echt een beetje chaotisch. Dus het spijt me. Het goede nieuws is... Ik heb een kippenbouillon gemaakt. Even snel. En die zit nu in de soep. En er zitten dus kipstukjes in. Volgens mij is dit bamboe. Super lekker. Ei, zeewier en... wat doe ik dus als ik me heel erg down voel? Dat was de questione. Ja, die noodles. Zin in. Wat bij mij ook heel erg helpt is als ik bijvoorbeeld mijn notitieboekje pak. En... Ja, lekker. Echt lekker. En gewoon gaan schrijven hoe ik me voel. Eigenlijk schrijf ik daar gewoon alles in wat ik kwijt wil. Mijn gedachten, mijn emoties. Waarom ik me down voel. En dat helpt bij mij gewoon altijd heel erg. Super lekker. Jongens, het is echt een aanrader. Dus dat doe ik eigenlijk als ik me down voel. En vooral dus... mezelf niet judgen of soort van tegenwerken dat ik me down voel. Want het is echt helemaal oké. Het is gewoon helemaal oké om je een keer down te voelen. Ik heb wel op een gegeven moment, als ik dan bijvoorbeeld 2 dagen down ben, dat ik dan wel zoiets heb van oké, Ro, het is oké, maar je moet nu wel wat gaan doen. Ga lekker wat doen, lekker aan het werk, ga ik video filmen. Ja, dat helpt meestal eigenlijk wel. Ik blijf niet in dat down zitten, zeg maar. Maar ik ben ook eigenlijk nooit zo lang down. Wees gewoon lief voor jezelf. En doe gewoon dingen waar je blij van wordt. Praat met mensen. Praat tegen jezelf. Dat is echt zo belangrijk. Echt. Praat. Soms hebben we echt van die gedachtes. En dan. Dat wij eigenlijk onze worst critics zijn. Ik weet even niet het Nederlandse woord. Sorry. We zijn altijd wat harder tegen onszelf dan we bijvoorbeeld tegen iemand anders zijn. Tegen een vriendin bijvoorbeeld. Of tegen je moeder, ik zeg maar wat. Dan moet je ook proberen om dat ook tegen jezelf te zijn. Want ik zag net hier ook een vraag. Wat moet je doen met negatieve gedachtes? En ik heb deze vraag dus een paar keer voorbij zien komen. En dat is ook eigenlijk een ding... Dat je, als je negatieve gedachten hebt, probeer ze gewoon om te zetten in positieve gedachten. En ik weet dat het gewoon heel erg moeilijk is door bepaalde bijvoorbeeld omstandigheden die dan op dat moment zijn. Vaak zijn het ook gedachten dat we op onszelf soort van kritiseren en streng zijn tegen onszelf. En van, oh my god,
waarom doe ik dit? Of waarom heb ik dit gezegd? Of oh my god, ik ben zo dom. Of oh my god, dit. Of ik zeg maar wat. En dat is echt iets... dat is echt een van de eerste stappen om die negatieve gedachten om te zetten. Is echt positive self-talk. Stel je voor, je hebt een presentatie. En je blijft maar tegen jezelf zeggen, oh my god, ik kan dit niet. Ik ben zo zenuwachtig. Ik kan dit niet. Ik kan het niet. Daar heb ik een blackout. Gegarandeerd dat je die blackout gaat krijgen. Tenzij je gewoon, als je gewoon, hallo, dan positief tegen jezelf praat. Dus die negatieve gedachten omzet in positieve gedachten. Dus van, I got this. Ik ga het rocken. Er gewoon best van maken. En ik heb mijn best gedaan. En meer kan je niet doen. Dat is dan de switch. Hoe vaker je dat gaat doen, hoe meer het echt in je systeem komt. Ik had altijd dat ik dan bijvoorbeeld een beetje chagrijnig werd. Als ik dan bijvoorbeeld 20 minuten op de bus moest wachten. En dan had ik bijvoorbeeld net de bus gemist. Ik kwam van de metro en had ik net de bus gemist. En dan had ik zoiets van, ah, kut, ik moet 20 minuten op die bus wachten. Ik heb er geen zin in, ik wil thuis zijn, ik ben moe. Weet je wel zo. Maar eigenlijk maakt dat de situatie veel erger dan dat het is. En ik heb dus echt geleerd om, en ik doe het nu nog steeds soms, en dat, ik probeer het elke keer weer om te zetten naar een positieve gedachte. Het was toen die dag heel erg lekker weer. En ik dacht bij mezelf van, nou, weet je wat, Ro? Ga lekker op een bankje zitten, een beetje verderop van de bushalte. En geniet van het zonnetje. Ik had toevallig een boek bij. En toen ben ik dus zonnebril op in de zon gaan zitten. En toen heb ik een boek gelezen voor iets van 17 minuten lang. En toen ben ik weer terug naar de bus gegaan. En dat gaf me dus een veel geruststellender gevoel, een veel positiever gevoel dan die negatieve gedachten die ik eerst had van, oh shit, you know. En ben me dus ook bewust geworden dat jij bent eigenlijk de persoon die de keuze maakt om te kiezen voor positieve gedachten of negatieve gedachten. En als je hiervan bewust wordt, op een gegeven moment ga je vanzelf veranderen. Dus dat is eventjes mijn tip, beetje een, nou niet zwaar onderwerp of zo, maar dat is wel even waar ik het even over wilde hebben. Want ik krijg deze vraag, sorry, ik krijg deze vraag best wel vaak. Dus dat is het een beetje. Ik ben nu natuurlijk gewoon vragen aan het beantwoorden en ik houd het een beetje kort. Maar mocht je nou meer hierover willen weten, ik ga beginnen weer met mijn advies. Video-series. Mocht je advies willen hebben over bepaalde dingen waar je tegenaan loopt, gebeurtenissen, van alles waar je dan ook advies over wilt, dat kan je mailen naar het onderstaande adres. En het is helemaal anoniem, dus don't worry about that. Ik neem nog een slokje van mijn matcha tea milk aardbei, zoiets. De volgende vraag die ik heb is, waar koop jij meestal je kleding en dan vooral broeken? Ook deze vraag wordt super vaak gesteld. Ik heb altijd een beetje issues ook met broeken. Altijd zijn ze te lang of mijn ass past er niet in. Dus dat is een beetje een dingetje. Waar ik mijn broeken vooral koop is Topshop en Monki. Dat zijn eigenlijk de twee plekken waar ik broeken koop. En ik heb ook laatst een broek van Levi's gekregen en die zit ook echt super super lekker. En ik draag eigenlijk alleen maar high-waist broeken. Volgens mij die Levi's broek heet high-waist ribcage of zoiets. Rib nog iets. En dan heb ik eigenlijk de kleinste maat. Dus volgende vraag. Zou je ooit willen verhuizen? Definitely. Ik wil echt iets groters. Ik ben het zat in deze studio. Ook al ben ik heel erg blij met mijn interieur, maar ik ben het gewoon zat. Ben je spiritueel en wat vind je van astrologie? Ja, ik ben zeker spiritueel. Ik vind het gewoon heel erg leuk om daarmee bezig te zijn en daar dingen over te lezen. Ik geloof gewoon dat bijvoorbeeld everything happens for a reason. En ik geloof in the universe. Astrologie vind ik heel erg cool. Mijn vriendinnetje Josie, die doet het nu ook heel erg veel. En ik leer ook eigenlijk heel veel van haar. En ik vind het echt mega strange eigenlijk, dat al die dingen zo kloppen en ik vind het zo interessant. Het is echt heel leuk en het kan je ook heel veel soort van clarity, zeg maar, geven over je leven, over jezelf. Wanneer ga je weer kringlopen met ME? Altijd leuke video's.
hieronder, wanneer ga je weer vintage shop met Emee? Nou, Emee, je wordt vaak aangevraagd, meis. Er komt sowieso weer een kringloopvideo aan met Emee. Don't worry about that. We zijn echt een beetje verslaafd. Nog een vraag over Emee. Hoe lang ben je al bevriend met Emee? De eerste keer dat we echt afspraken, gingen we naar een Vogue event. Ik had Emee meegevraagd. En ik denk 3 jaar, 2 jaar, 3 jaar. Misschien weet Emee het beter hoor. Ik weet het even niet meer. Echt heel erg. Maar 3 jaar, I guess. 2 jaar, ik weet niet meer. Nou. Iemand vraagt, hoe ga je om met een beginnende relatie? Mijn allereerste serieuze relatie ooit. Girl, don't you worry. Ik zou me gewoon niet te druk maken. En ga gewoon lekker mee met de stroming. Go with the flow. En geniet gewoon ervan. Het is gewoon nieuw. Het is eng, het is spannend. En eigenlijk moet ik zeggen dat elke relatie is anders. Ja, ontdek het gewoon zeg maar met z'n tweeën. En don't you worry about it. Deze bamboe is zo lekker. Wat ik heb geleerd is communicatie is the key. Communicatie. Als je iets leuk vindt, zeg het. Als je iets niet leuk vindt, zeg het. Als je praat. Praat, praat, praat. Dat is echt de enige tip die ik je wil meegeven. Rapcore. Wil je ooit een tattoo piercing zetten? Nou, ik heb gewoon een normaal gaatje, zeg maar. En ik heb er één ernaast. En hier eigenlijk hetzelfde. Dus ik heb eigenlijk 4 gaatjes in mijn oren. En ik wil heel graag een tattoo. Maar ik durf niet zo goed. Ik ben een beetje bang voor de pijn. En mensen gaan me echt een pussy vinden. Maar het is echt zo. Ik weet eigenlijk al wat ik wil. Maar het is alleen nog even de stap er naartoe. Dus ja. Wakker. We gaan het meemaken. Maar als ik er ooit één laat zetten, dan ga ik het sowieso filmen, of course. Nou, jullie zijn echt zeer geïnteresseerd. Of ik al een boyfriend heb. Of ik date. Ik weet niet, maar letterlijk superveel. En wie weet? Je weet het niet. Ik heb trouwens hier een paar keer, kan ik met je op date? Nou, dat gaat hem niet worden. Sorry. Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat houdt het in? Ik heb communicatie, media, design en reclame gedaan op hogeschool in Holland. In Rotterdam. En als je op zoek bent naar een hele diverse opleiding, dan raad ik je echt. En je vindt natuurlijk de branche interessant. Dan raad ik je echt deze opleiding aan. Ik vond het echt super leuk en ik heb onwijs veel geleerd. Maar ik zou gewoon even een studiekeuze test doen. Ga naar open dagen. En ja, doe dat vooral. Hier staat, wanneer ga je weer vloggen? Er komt sowieso weer vlogs aan. Ik zit te denken om bijvoorbeeld om de week een keer een weekvlog te doen. Ik zit me af te vragen of je het wel kan bewaren tot morgen. Zeg maar, dit ga ik vanavond gewoon opdrinken. Maar die andere die in de koelkast zit, ik weet niet, ik denk het wel. Let's hope. Cheers. Volgens mij is deze video echt al mega lang. Ik ga de video hierbij afsluiten. Nou, Fumi Cuisine Rotterdam. Super lekker. Dus als je bij Fumi Cuisine een keer bestelt of bij hun langs gaat, echt zeker een aanrader. Een zoem met soja was wat minder. Was niet echt mijn fave. Maar de gefrituurde garnaal, dit, de eggbouw en de ramen noedel. En dan zonder die soep, zeg maar. Super lekker. En de bubble tea. Ik ben zo blij dat ik nog heb gebeld eigenlijk. Ik wil allereerst Roy super bedanken. Want ik vond het echt zo leuk. Laat hieronder even weten wie de volgende moet zijn die mijn mukbang bepaalt. Oké, vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik maak 2 dagen in de week video's. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nog vragen hebben, onderwerpen waar ik in de volgende mukbangs over moet praten, laat het ook weten in de comments. En als je tot zover bent gekomen, oh my god, gewoon applaus voor jou. En dan spreek ik jullie in de volgende video. Doei!